Zuid-Amerika, Peru. Het machtige rijk van de Inca's werd meer dan 400 jaar geleden door de Spanjaarden veroverd. De Indianen, de Inca's, vervielen tot slavernij. In het Inca-rijk kauwde men coca-bladeren bij godsdienstige feesten. Coca heeft een bedwelmende werking en de Inca's gebruikten de bladeren om in vervoering te raken bij de eredienst aan de zonnegod. Maar de Spaanse veroveraars gingen de coca in het groot verhandelen en brachten de Indianen ertoe het dagelijks te gebruiken. Het werd voor de Indianen vooral een middel om de honger te onderdrukken. Ook vandaag zijn miljoenen arme mensen, landarbeiders en mijnwerkers, aan coca-bladeren verslaafd. Uit de winst van de coca-plantages, uit de verslaving van de Indianen, werden de kathedralen van de overheersers betaald. Ik ben niet zo goed.
Misschien een ganzenburger, ganzenburger jäger. Eeuwenlang bestond de samenleving op het Groningse platteland uit machtige boeren en doodarme landarbeiders. Er was wat plaatselijke industrie, schepen en bakstenen. Later werd de landbouw gemechaniseerd. De landarbeiders trokken weg. Ze vormden het arbeidsleger voor nieuwe fabrieken. De steden breidden zich uit over het land. Elke ochtend om 7:15 betreden de kinderen de consumptie-ijsfabriek. 3 zusjes en een broertje. Hun vader was in zijn jeugd nageljongen op de scheepswerf. Maar zijn longen waren niet bestand tegen vuur en as. Hij werd ziek en met zijn verdere tijd wist hij niets te doen. Hun moeder groeide op aan boord van een trekschuit, waarmee bieten en turf werden vervoerd. De Spaanse veroveraars van toen en hun erfgenamen, de grote landeigenaren van nu, legden beslag op de beste grond van de boeren, die als lijfeigenen op hun eigen land moesten werken. In Peru heeft het leger de politieke macht gegrepen en het land aan de boeren teruggegeven. Maar nog elke dag verlaten boeren zonder land de bergen. Op zoek naar werk. Wat vindt u ervan, meneer Brugge? Nou, lekker. Ja. Oh, wat scherp. En terug? Oké, klaar.
4000 meter hoog in de bergen wordt gedolven naar koper, zilver, zink en lood. Noord-Amerikaanse maatschappijen staken sinds de Tweede Wereldoorlog $300 miljoen in de mijnen van Peru. Die 300 miljoen schreven ze af als ontwikkelingshulp. Maar tegelijkertijd haalden ze er $800 miljoen winst uit. Internationale ondernemingen halen overal in de wereld de grondstoffen van de arme landen weg. Zij doen dit in samenwerking met de bezittende klasse in die landen. In ruil voor een deel van de winst leveren de rijken de concessies en houden de arbeidskrachten goedkoop. Peru is een van de weinige landen ter wereld waar de regering de mijnen heeft kunnen overnemen. Maar de Amerikanen dwongen een vergoeding van $75 miljoen af voor hun vertrek. Dit geld moet worden opgebracht uit de arbeid van de mijnwerkers. Een mijnwerker is versleten als hij 35 jaar oud is. Thank you.
oud bent u zelf? Zegt u? Hoe oud bent u? Ik ben 46. Ik ben nu in mei 46. Ja. Zijn er nog andere kinderen van u een beetje doof? Ja hoor, ja. Het einde, twee bij één meisje loopt om die handen zijn allemaal groot. Maar andere kinderen? Anneke en Amogen dan. Niet doof? Nee hoor, nee. Van wie is dat gehoorapparaatje? Zegt u? Dat gehoorapparaatje? Ja. Van wie is dat? Van wie is dat? Zegt u? Van wie is dat gehoorapparaat? Oh, die is van Jimmy. Je zet hem zo op. En je doet dan gewoon een oor. Je zit op een eentje niet, maar je doet de haar gewoon zo. Zo. De haar, daar kan ze niks van doen. Hoe moet Jinne dat indoen, dat gehoorapparaat? Ja. Hoe doet hij dat, Jinne? Ja, als hij die oorapparaat omdoet, dan kan hij het beter met een afschot zonder oorapparaat. Als hij het indoet, zie je het dan zitten? Jawel hoor. Ja? Jawel. Nee. Zie je dat gehoorapparaat bij Jinne zitten of niet? Ja. Ja. Hoe doet hij het in? Nou, hij doet nog. Ik doe dit toon. Zie je wel? Hij doet ook gewoon de haar zo. Wij kunnen niet om hem, hoor. Zo, Maar hij wil het niet dragen? Nee, hij heeft niet aan, hoor. Uit. Nee, maar Jinne wil het niet dragen. Nee. Als ik... Doe me eens in je oor. Als ik naar de telefoon ga, doe ik hem op de thee. Nou, doe ze aan. Doe ik in de oor. Ja, dat zien we er niet van. Maar hoort Engelien, hoort die helemaal goed? Lien, hè? Engelien, hoort die? Jawel, hoor. Ja, die kunnen goed horen. Hoor. En Katrien? Jenny? Katrien? Katrien kan ook goed horen, ja hoor. En Marietje kan ook goed horen. Dus. En Diana kan, Eetje kan ook goed horen, Anneke. En Enkie, hij kan ook goed horen, ja hoor. Waar bent u geboren? Ben ik geboren in Gronden. Waar? Ik ben geboren op Bedenberg bij die klok. Een schip. Op een schip? Ja. Hebt u die 10 kinderen gekregen omdat u geen voorbehoedsmiddelen kon betalen? Dat kon je niet krijgen. Die kon je niet krijgen. En toen ben ik naar Dante liep toe gaan. En hij was die pil, die tabletten kon ze niet meer krijgen. Hij was geen tabletten daarvoor. Nee. In Noordtijd is er allemaal opgekomen. En wat vindt u nu van uw dochters? Uw dochters? Die, ja. Vindt u dat goed als die wel voorzorgsmaatregelen nemen? Ja, dat kon ze nog niet krijgen. Dat nee, maar uw dochters kunnen ze toch wel krijgen? Ja. Uw dochters? Ja. Die kunnen voor behoedsmiddelen krijgen. Ja. Vindt u dat goed? Ja. Ja? Ja. En hoe is dat al die tijd gegaan met uw man, toen hij geen werk had? Was dat niet moeilijk? Nou, zolang dat hij ziek geweest heeft bij het potje, is hij gaan eigen doordraaien. Maar hij is al die jaren thuis geweest, hè? Ja, ja. Was dat niet moeilijk voor hem en voor u? Ja, moeilijk. Daar heb ik toch geen moeilijkheden gehad. Dus ik heb een heel lieve man. En wat ik heb, dat krijg hij van mij. Dat krijg een oorapparaat van mij, of wat anders was. Als een overhemd, een paar schoenen en zo. Kinderen geven wat en zo. Ja hoor. We hebben niet te klaar gehad. Nee.
De bevolking in het bergland groeit. Moderne medicijnen houden meer mensen in leven. Maar op het land vinden ze geen werk. Berooid strijken ze neer in de woestijn aan de kust. In de zandvlakten rondom de hoofdstad Lima. Er ontstaan nieuwe voorsteden van rieten hutjes. Villa El Salvador is een van deze rieten steden. Er wonen nu 200.000 mensen. Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je een leuke hond hebt. Je komt over 2 weken weer terug, hè? Ik vind het leuk dat je terugkomt. Ik vind het leuk dat ik op de televisie kom, Johan. Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je een leuke hond hebt. Je komt over 2 weken weer terug, hè? Ik vind het leuk dat je terugkomt. Ik vind het leuk dat ik op de televisie kom, Johan. Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je een leuke hond hebt. Je komt over 2 weken weer terug, hè? Ik vind het leuk dat je terugkomt. Ik vind het leuk dat ik op de televisie kom, Johan. Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je een leuke hond hebt. Je komt over 2 weken weer terug, hè? Ik vind het leuk dat je terugkomt. Ik vind het leuk dat ik op de televisie kom, Johan. Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je een leuke hond hebt. Je komt over 2 weken weer terug, hè? Ik vind het leuk dat je terugkomt. ¿Cuántos años tiene usted? 29 años. Mi papá venía acá, trabajaba en obrero. Después no había eso, agarraba, vendía pasteles. Después mi mamá vendía fruta. Estamos luchando para tener una casa. Al principio hemos venido en una estera, estamos viviendo. Poco a poco, sí. Después... pero nosotros queremos que haya algo acá en el Villa Salvador, un trabajo así para trabajar para los demás de afuera. ¿A dónde trabaja su esposo? Obreros, levanta ladrillos, pero a veces no hay trabajo. Como
durante 6 meses, 3 meses, hasta 1 año no hay trabajo. Por eso yo le ayudo a trabajar. Cuando él no trabaja, yo trabajo. Y cuando él trabaja, no, no, ya no trabajo. Así nos ayudamos, sí. Ahora que la vida está muy cara, han subido las cosas. Sí. Sí, está ahí. Cada día más caro está él. Lo que gana él no alcanza. El zapato cuesta 20 libras, 30 libras, 25 libras. La compañía no quiere pagar más a los obreros. No, no quiere. No quiere. El zapato alcanza para pagar más. De la compañía. Sí, porque no le da la gana de pagar más a los obreros, explota a los obreros. Si la compañía no paga, siguen con la huelga, porque no alcanza lo que gana. Me dijo que jamás me enteraba que va a haber huelga. Nosotros que hay que decir la verdad en las manzanas para que ellos se aprovechen.
solución, no solamente sancionando a los malos directivos, sino arrojándolos de nuestra comunidad urbana autogestionaria, porque no podemos soportar que algunas personas quieran aprovecharse de su situación de dirigentes para lucrar o para favorecerse personalmente.
Af en toe gaat een van de kinderen hun zusje bezoeken, dat in hun tehuis woont. Zien je voor hier, hè? Laat eens zien hoe die nou in zit. De herder. Ja. Zo, ja. Ho. En als je nou je haar erover doet, dan zie je er niks van, hè? Nee. Kijk, zie je heen, hè? Is die? Omdat Jenne tot zijn 10e jaar helemaal niet sprak, werd hij op dit instituut gedaan. Jullie zijn doof, hè? Ja. Jullie zien het. Jullie kunnen het zien op de tv. Je ziet ook op de tv en op de film ook dingen die eigenlijk niet zo mooi zijn. Maar je ziet veel. Je weet precies, hè? Mijn dochter van 7 en zoon van 6 weten precies hoe een man en een vrouw eruit zien. Hebben ze wel gezien? Blinden, hoe? Voelen! Ja, hoe voelen? Ik weet dat een meneer van Blinden Instituut geschreven heeft. Wij willen graag model. Model van meisje en model van een jongen. Want blinden weten niet. Wij vertellen wel, maar ze weten niet. Ze moeten het voelen. Nou, toen zijn veel mensen erg boos geworden. Ze zijn vies daar op het Blinden Instituut. In Zweden hebben ze geen pop. Maar gewoon een meisje, alles uitdoen. Naakt en dan voelen. Dan weten ze hoe een vrouw eruit ziet. Ja.
Goed. De jongen. Bij de jongen verandert er veel. Je hebt gezegd, de baard, haargroei, wat nog meer? Ben meisje, ongesteld. Wat komt er bij de jongen? Bij mijzelf, zaadlozing, eerste maal, ben ik geschrokken. Wat is dat? Ik voelde mij niet prettig. Ik dacht, fout van mij. Was dat goed? Ja, wie waren een klein beetje fout? Vader en moeder. Vader en moeder. Eruit gevraagd. Ja, ongesteld. Ongesteld, Letty. Vader. Vader. Rapapé. Dan ga je een baby krijgen als je ongesteld geweest bent, ja. Maar wat is dat ongesteld? Wat gebeurt er? Bloed. Ja. Nee. Ja, van? Waar komt dat vandaan? Nee, toch. Eiertoch. Ja. Ik kan niet komen uit. Ja, waarop wacht de eicel? Waarop wacht de eicel? Met de man. Ja, wat van de man? Met de kapot aan te tellen. Ja, maar wat van de man? Eit. Nee. Dat. Da. Ja, zaad. Ja, zaadje van de man. Komt niet, wat dan? Dat gebeurt het dan. Jij, Kars, zeg. Ga naar de eilanden. Kunnen naar het eitje. Eitje bedenken voor de baby. Ja, als er een zaadje van de man bij komt. Ja. Ja, ongesteld betekent, ik ben nu al eigenlijk vrouw, maar het betekent ook, nu kunnen wij wel trouwen of samen wonen. Kan dat? Niet genoeg geleerd of zo. Niet genoeg geleerd. Bijvoorbeeld, leren, liefhebben. Leren, samen spelen. Veel kinderen die dat niet geleerd hebben, alles voor mij, ik heb met niemand te maken. Toen Jenne bij ons werd aangemeld, was het gezin ons al wel bekend. Een paar van zijn zusjes volgden het onderwijs op de school voor slechthorenden en een broertje zat bij een andere tak van het buitengewoon onderwijs. Maar toen Jenne op een school geplaatst zou worden, kwamen al gauw de vragen over aan welke school wordt gedacht. Een BLO-school die heeft vele mogelijkheden, maar aangezien Jenne niet sprak, werd verwezen naar een school waar het kind eerst zou leren spreken. En dat was de school voor doven of slechthorende kinderen. Toch was het al duidelijk dat Jenne voor het voortgezet onderwijs ten aanzien van de vakopleiding een vrij moeilijke jongen zou worden. Hij was erg vlinderachtig. De ene dag wilde hij dit, de andere dag dat. Na een paar jaar algemeen handvaardigheidsonderwijs kreeg hij wel zin in houtbewerking. Maar ook die heeft hij niet af kunnen maken. Toen hij 15, 16 was en zag dat zijn vriendjes gingen werken, toen dacht Jenne, het is mooi genoeg geweest. En hij ging naar het bedrijfje waar ook zijn zusjes te werk waren gesteld. Zo is Jenne bij ons op een vreemde manier gekomen en hij is eigenlijk ook op een vreemde manier weggegaan. Hij heeft niets afgemaakt. Dit is wel jammer, omdat we zo graag deze kinderen die over één of meer handicaps beschikken, die daartegen op moeten roeien. We willen die zo graag volledig klaarmaken voor een baan in de maatschappij waartegen ze vanaf het begin ja zeggen. We hopen dat Jenne toch ooit de leeftijd en de vastberadenheid gecombineerd aan elkaar zal weten te gebruiken om ergens in de maatschappij zinvol aan het werk te blijven. Thank you.
sfeer, hoor. ¿Cuándo piensan terminar? La otra semana levantamos el base, sí. Y próxima semana ya estamos domingo, ya estamos arriba ya. Sí. ¿No? Para que venga pues, la familia también así todos los días, como viene el día. Claro. Así hacemos más rápido posible. Claro. Cuando hay bastante familia, otra alcanza agua, otra alcanza mezcla, otra alcanza, y usted está preparando, entonces va a ser más rápido. ¿A qué hora vas a reventar la botella de champán? Ahí está. Ya está. Nos avisas para estrellarlo duro, para que la casa sea fuerte. Claro, ¿no? Poco a poco ahí tienes. Ahora nos falta agua, nos falta materiales. Sí. Lo único que tenemos es bastante fuerza de voluntad de trabajar unidos. Sí. Pero tiene que llegar un momento en que no nos va a faltar nada y va a sobrar inclusive para que nuestros hijos puedan mejorar. Así es, la gente que a veces uno trabaja y el otro no quiere cooperar, no quiere saber nada. La fuerza misma del movimiento va a tener que arrastrarlos para hacer de este un movimiento comunal grande. Inclusive vamos a tener que trabajar para la comunidad y la comunidad va a tener que darnos los servicios, las escuelas, los hospitales. Ah, claro. Es la única forma de salir adelante porque si no vamos a seguir siendo explotados. Sí, pues, claro, porque si no, ¿cómo se va a progresar el pueblo? Inclusive los mercados van a ser del pueblo, los hospitales del pueblo. Claro. Se va a poner una fábrica de materiales de construcción que va a ser del pueblo. Claro, igualito que en la época de los incas, igualito que nuestras comunidades en la sierra. La comunidad es dueña de los pastos, dueña de las chácaras, dueña inclusive de los animales que viven en los rechaderos. Pues poco a poco ir también, no solamente levantando la casa, sino educándolos, sí, mejorando las condiciones de vida. Hay voluntad y... No, de mi parte hay mucha voluntad. Claro, siempre ha habido voluntad. Si vamos a esperar que la ayuda venga del cielo, jamás va a llegar. Nunca, ¿ve? Nosotros bajamos muchas veces sin saber, ¿ve? Qué buscar en las grandes capitales, por el entusiasmo de querer vestir mejor o de imbuirse un poco de la vida de occidental. Y abandonamos sociedades mucho más ricas como son las sociedades comunitarias que hemos heredado de los incas, donde existe una vida comunitaria de participación plena, donde la solidaridad no es un hecho, sino es una práctica constante en las diferentes labores de pastoreo de ganado, construcción de casas, trabajo agrario, es decir, todas las formas, inclusive por eso que hay grandes testimonios arquitectónicos de nuestros antepasados, que han sido elaborados en base a acción comunitaria nada más. Ik zie mezelf werken in mijn slaap. Nou, en zit me zo te houden. En dan praat ik, als ik slaap, dan praat ik over een ander, over het werk en zo al door. Nou, en dat is overspannenheid. Is dat lang? Lang? Ja, het duurt lang. De laatste keer heb ik er 6 weken mee gezeten. Als ik naar het werk toe ga, dan heb ik er helemaal geen erg in. Ja, zo gauw dat ik weer achter de machine sta, als ik erachter sta ook. Ik zeg, oh man, als ik er naar kijk, ben ik al flauw. Heel raar is dat. Je kunt zelfs niet zeggen, het is heel raar. Ga
gaat dan alles door elkaar heen. Ja, ja. Gaat alles door elkaar heen. Als ik zelfs op bed lig ook, ik zie mezelf werken in mezelf. Als ik aan inpakken was en ik ging al harder en al harder. Opeens, op dat moment kon ik eerst niet meer. Nou, toen zei ze, wat is? Ik zei niks. Ja, toen ging ik weer al harder en al harder. Het is gewoon verschrikkelijk. Thank you.
Lieve Johan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed hoor. Ik vind je een leuke vent hoor. Ik vind dat je...